Allemaal, we zitten vandaag exact 100 dagen in de tweede lockdown. De coronamaatregelen vanwege een derde golf niet worden versoepeld, worstelen jongeren steeds meer met het idee niks te kunnen ondernemen en maken ouders zich bezorgd. Hoewel jongeren minder risico lopen op een ernstig verloop van een coronabesmetting, heeft de pandemie hun leven op andere manieren aanzienlijk verstoord. Ze missen nu al een jaar lang groepsactiviteiten, sportevenementen, uitgaan en ga zo maar door. Hun wereld wordt steeds kleiner, terwijl die eigenlijk groter zou moeten worden. Wat doen de coronamaatregelen met jonge coureurs? Hoe blijven ze gemotiveerd? En zullen er voor de zomer überhaupt nog wel wegwedstrijden komen? Kortom, we hebben genoeg gesprekstof in deze 31e Velo-show. Afstand zijn Jacques Anat. Mannen, goedenavond. 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 Welkom. En we hebben twee gasten. Jacques, kun je ze even kort voorstellen? We hebben aan de ene kant, zie ik hier midden in het beeld, Raoul Rademakers. Hoe noemen we hem als hij op de baan rijdt? Het beest van Bingelraden, geloof ik, hè? Of zoiets is het. En dan hebben we aan de rechterkant, zie ik, Benno Balter. Die volgens mij in de Ronde van Geleen zijn debuutwedstrijd reed 2, 3 jaar geleden. En ja, hij woont in mijn achtertuin, dus ik volg hem op Strava. En ja, wat moet je daar meer over zeggen? Maar ik wil wel wat anders aanvullen. Je hebt het over de jeugd die in een isolement zit. Maar er zitten genoeg ouderen ook in een isolement. Want hoe langer deze lockdown duurt, hoe langer het duurt voordat wij ook op het terrasje kunnen gaan zitten. Dat dus maar dat was eigenlijk mijn volgende vraag, want ja, we zitten sinds 15 september in deze tweede lockdown en iedereen zegt we moeten volhouden. Maar mijn vraag aan jullie is, hoe houden jullie vol? Ad? Ja, ik kijk iedere week naar de Villeshow uit, hè, om die natuurlijk mooi mee te maken. Er komt allerlei nieuws langs. En ja, voor de verder rest is het ja, kijken naar de televisie, wat eventueel aan sport is. En wielrennen natuurlijk op de eerste plek. En ja, het is lente, maar het lentegevoel is er niet. Hè? Afgelopen zaterdag de primavera, Milaan Sanremo geweest. Maar ja, goed. Degene wat wint, die is giga blij. En de rest die kijkt vooruit naar nieuwe winst. Hè? Dat is het, dat is de koers. Ak, hoe hou jij vol? Laat ik vooropstellen, ik probeer me zo goed als mogelijk aan de regels te houden. Maar ik ben vandaag, moest ik in Heerlen zijn. Hoe kan het ook anders? En toen ben ik even over het Pancratiusplein heen gelopen. En als ik heel eerlijk moet zijn, het doet me pijn hoe langer dat het duurt om zo'n leeg plein te zien. En dat geldt niet alleen voor mij. Ik weet zeker dat er honderdduizenden mensen in mijn leeftijdscategorie zijn die ook graag op een normale manier naar buiten zouden willen gaan. Gewoon ergens willen gaan zitten. Want je ziet zo'n grote tegenstellingen. De ene winkel is leeg en de andere winkel, dan loopt iedereen naar binnen en naar buiten. Wat is nog goed? De wetenschappers spreken zich tegen. Ik weet het bijna niet meer, maar wie weet het wel nog? Ja, dat is ook inderdaad een hele moeilijke discussie. Raoul, hoe ga jij hiermee om? Hoe ben je de afgelopen jaar, hoe heb je dat ervaren? Ja, de afgelopen jaar was minder natuurlijk. Dit jaar was een stuk beter, aangezien we gewoon... tenminste, wij hebben dan op school hebben we dan... gewoon les. Niet Nederlands en zo, maar onze vakken, zeg maar, voor fotografie, die hebben we wel. Dus dat is wel fijn dat we dan met z'n allen, zeg maar, die dingen kunnen doen. Dus je hebt wel nog een beetje contact, maar ja, het is eigenlijk niet heel. Hoofdzakelijk online bij jullie, of niet? Hoofdzakelijk wel, ja. Ja, nee, we hebben alleen fotografie, dat mogen we op school doen. En we hebben ook daar opdrachten in, waar we dan een paar dingen samen moeten doen, maar we moeten wel natuurlijk aan de regels houden. Ja, dus. En Benno, bij jou, hoe is het afgelopen jaar is dat bij jou gegaan? Mm-hmm. Ja, ik heb net mijn opleiding afgerond, maar in de aanloop daar naartoe heb ik het vooral gewoon heel druk gehad. Ja, waardoor ik eigenlijk ja, sowieso al mijn focus bij mijn studie had en bij het fietsen natuurlijk.
Maar ik heb dus wel een jaar gehad van stage lopen en eindscriptie schrijven voor mijn opleiding. Dus daar ben ik heel druk mee geweest. En natuurlijk de wedstrijden in het fietsen, die heb ik natuurlijk wel echt gemist. En dus voor mij was het sowieso wel een ander jaar dan normaal. Maar nu er vrije tijd is voor mij, zie ik eigenlijk nog meer wat er veranderd is voor iedereen ook. Ja. Ja. En Raoul, wat heb jij het meeste gemist afgelopen jaar? Ja, natuurlijk gewoon de wedstrijden. Want ja, ik heb er vorig jaar heb ik er 2 of 3 gehad. Ja, dat was eigenlijk in het begin en dan was het dat. Nou ja, daar hebben we wel heel veel voor getraind. Dus dat vond ik wel moeilijk om daarmee om te gaan. Ja. Daar heb ik ook een paar periodes gehad dat ik minder fietste. Of juist te veel. En dan deed ik me niet meer, zeg maar, wat ik normaal doe, zeg maar, om me voor te bereiden. Dus het was eigenlijk een beetje chaos. En dat begint nou wel een beetje weer op gang te komen. Maar ja, de vraag is, hoe lang hou je dat vol? Zonder eigenlijk iets te hebben waar je naartoe kunt werken. Dus ja. Ja, wat geef je nou? Kijk, je kunt alleen maar dingen veranderen als je ze zelf kunt veranderen. Hè? Dit is gewoon wat de hele wereld treft. Hè? En goed, die mannen zitten natuurlijk in de kracht van het leven, de wereld ontdekken. Vinden natuurlijk een passie in het fietsen, vooral ook met rugnummer oprijden. En dat valt weg eigenlijk. Hè? Dan valt toch een heel groot sportief vlak waar je heel veel plezier in hebt, valt weg. En dan moet je dus alternatieven inzoeken eigenlijk, hè? Zo, in zoverre dat kan. En dat, ik probeer hem toch een spiegel voor te houden, tot in principe als het 1 of 2 jaar duurt, ja, dat is nu lang, maar in principe over mensenleven is het betrekkelijk kort eigenlijk. Hè? Dat is toch, de focus is natuurlijk, hè? Doelen stellen is vaak, probeer ik hem naar het weekend toe, een beetje fris te hebben en in het weekend gewoon, dat hij gewoon moe wordt. Hè? Dat je dus ook een beetje het soort wedstrijdgevoel hebt. Met PR's te rijden, op klimmen of jezelf een beetje uitdagen om te kijken dat je toch merkt dat je toch zelf die progressie blijft doen. Hè? Want in principe, dat zijn ook de mannen die wat die in de veloshow zitten. Dus, ze zijn zichzelf aan het ontdekken, hè? Zowel maatschappelijk als sportief. En dat is eigenlijk toch een beetje jezelf een bepaald doel voor te stellen. Ook al is het natuurlijk niet met een peloton. Dus dat is een beetje wat je probeert voor te houden. Maar ja, goed, dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Hè. Dat is toch, een jaar geleden, hè, toen begon de ellende, of toen waren we eigenlijk al bezig met die ellende. Toen kreeg jij het ene mailtje na het andere mailtje, kan ik me nog herinneren, van geannuleerde koersen. Ja. Is dat nou op dit moment weer hetzelfde? Ja, helaas wel. Er zijn ook, we hebben er een extra overleg vorige week nog over gehad. Er zijn heel veel organisatoren, moet ik zeggen, die op dit moment verzoeken indienen om de wedstrijden naar het tweede gedeelte, eigenlijk naar de periode vanaf augustus, september, oktober, te willen verplaatsen. Dat levert natuurlijk de nodige problemen op, sowieso voor de renners aan de ene kant, maar ook voor de organisatoren. Want je kunt, een weekend heeft 2 dagen en je kunt niet, je kunt wel veel wedstrijden in die 2 dagen proberen te organiseren. Alleen loop je dan tegen het feit aan, waar gaan de renners naartoe? Dat is gewoon heel moeilijk. En daar komt ook nog een keer bij dat, als ik het goed begrepen heb in ieder geval, dat de UCI heeft in ieder geval besloten dat het wegseizoen op 10 oktober moet eindigen. Dat heeft ook nogal wat consequenties. Alleen, goed, als we dan even een stapje dichterbij gaan en we gaan naar onze eigen regio kijken, voor de jeugd en voor de amateurs en dergelijke, zou dit wel nog enig soelaas kunnen bieden, maar dan wel met dien verstande, degene die graag in het veld rijdt, hè, jij weet dat als niemand beter, Dan moet je in één keer een keuze gaan maken. En dan zou je eigenlijk moeten hopen dat je bij wijze van spreken op zaterdag nog op de weg ergens kunt rijden en op zondag ergens in het veld. Alleen is dat mogelijk. En hou je dat vol? Dat is moeilijk. Maar op dit moment, volgens mij heb ik al 14 wedstrijden die op geannuleerd staan. Ja.
Ja, dat, is een... ja, dat zijn dus de wedstrijden die geen profstatus hebben. Hè? Kijk, zowel als het onder de topsportcategorie valt, dan is het wat anders. Zoals, ja goed, wat we dan nu krijgen, 18 april, als eerste de Amstel Gold Race. Met al zijn beperkingen, hè? Want ja, we kunnen het alleen maar vanaf het scherm kunnen we ervan genieten. En leg het nu maar eens uit dat wij achter het scherm moeten gaan zitten. En als je 25 kilometer verderop gaat zitten, dan zit je aan de andere kant van de Belgische grens. Dan staat gewoon het publiek langs het parcours. Dit is heel moeilijk en dit vergt gewoon... En volgens mij weet Benno, zou Benno dat inhoudelijk misschien veel beter kunnen verantwoorden of verwoorden. Dit is echt inwerken op de psyche volgens mij van de mens. En ja, het is nog maar de vraag, hoe lang houden wij dit met z'n allen vol? Benno, geef daar eens antwoord op. De vraag is, hoe lang we dit volhouden? Ja, en heeft dit een uitwerking op de psyche van het individu? Ja, in mijn ogen waar het op lijkt is een willekeurige reeks van maatregelen. Of in ieder geval maatregelen die nogal wisselen. En ik denk dat vooral die onvoorspelbaarheid wel invloed kan hebben op mensen. En mensen willen natuurlijk altijd controle houden over hun leven en hun omgeving. En onvoorspelbare regels, dat is natuurlijk het verlies van controle. En ja, dan gaan mensen dingen aangrijpen om terug die controle te krijgen. Dus ja, in mijn ogen is dat inderdaad wel iets wat beperkt, wat beperkt is. En wat op den duur misschien wel negatieve uitwerking heeft, ja. Maar, 24 maart vandaag, een jaar geleden begonnen we met volle moed met koers op rollen. We gingen online koersen. Nou ja, dat was echt iets unieks. We waren een van de eerste, we hadden er ontzettend veel lol in, al dat zak. Absoluut, ja. Vooral de laatste kilometer, hè? Wat zeg je? De laatste kilometer was altijd spannend. ja, precies. En dan, soms hadden we nog een muziekje erdoorheen, want toen werden we geblokt. Ik vind het wel grappig als je die eerste keer terugkijkt op YouTube, dat ik dat met twee telefoons aan het filmen was en dat live op YouTube. Dat is echt onvergetelijk. Maar we hebben het toch volgehouden op 28 mei, toen hadden we de finale. En op zich was dat heel bijzonder te noemen. We hebben nog voor het goed doel voor 3FM gefietst. Raoul, jij hebt toen ook meegedaan. Hoe vond jij dat om mee te doen? Ja, het was superleuk. Het was alleen het nadeel van... Ja, op de rollen. Kijk, het is wel leuk op de rollen, maar een uur op de rollen doe je niet zomaar, zeg maar. Dat vereist heel veel energie en... En dan hoor je ook nog van die oude lullen op de achtergrond over wielrennen praten. dat kost inderdaad heel veel energie. Maar ja, het was wel superleuk om dat toe te doen. Maar je merkt eigenlijk met alles, ik merk dat ook met mijn werk, met kinderen, het online gegeven, dat zwakt enorm af. En we willen weer met z'n allen naar buiten. We willen dit weer kunnen zien, de koers. Hier zien we ze, Benno en Raoul. Benno, kun jij eens vertellen van hoe een uurtje koers, hoe dat voor jou voelt op de wielerbaan? Je gaat natuurlijk... In eerste instantie om je heen kijken wie je tegenstanders zijn die dag. Dat doen we bij de inschrijving, denk ik, of niet? Bij de inschrijving ook al, inderdaad. Dan ga je een beetje rondkijken van wie is vandaag naar de wielerbaan gekomen. En ja, dan kijk je natuurlijk ook even naar jezelf. Of je zelf een goede dag hebt. Meestal, voor mij valt dat wel mee. Meestal ben ik niet echt... goed uitgerust voor zo'n trainingskoers. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. En dan ga je gewoon lekker rijden. En als je er zin in hebt, ga je op kop rijden. En als je er geen zin in hebt, ga je een beetje achteraan hangen. Op een gegeven moment is er waarschijnlijk iemand zoals Raoul die er vandoor gaat. Je boel al twee keer gedubbeld heeft. Ja, dan ben ik toch genoodzaakt om te proberen daarachteraan te gaan. Meestal te vergeefs. En
Ja, inderdaad. Raoul dubbelt dan de groep. En ja, dan zit er toch weer een mooi uur koers op, ja. Zo gaat dat meestal. Ja, ja, is het ook echt zo dat je echt tot het uiterste gaat, dat je daar daarna helemaal kapot bent? Of heb je nog zelf om naar huis te fietsen? Nee, altijd. Ik ga altijd toch wel, ik haal alles altijd eruit, ja. Ja, en hoe voelt dat voor jou, Raoul? Je komt aan fietsen, hoe is je mindset dan? Ja, dat is heel simpel. Ik zorg gewoon dat ik redelijk goed ben voorbereid. Want ik vind het natuurlijk wel gewoon leuk om te koersen. En ja, dan ga ik. Ik probeer er gewoon altijd het beste van te maken. Dus ik probeer gewoon altijd het maximale eruit te halen. Ook als ik een slechte dag heb, dan probeer ik gewoon nog. En soms gaat het wel, soms niet. Maar ja, meestal wel. Dus, ja, Het verschil tussen een goede en een slechte dag bij jou is 3 keer dubbelen of 1 keer dubbelen? Ja, zoiets, ja. Nee, ik heb mezelf echt een slechte dag. Dat is meestal bijvoorbeeld, ik heb al een paar keer gehad dat ik bijvoorbeeld een valpartij heb gehad of zo. Dat ik dan last van mijn spieren heb. Of dat ik, bijvoorbeeld zoals toen ik terugkwam van de fietstocht naar Portugal. Ja, daar heb ik 3 weken zeg maar heel langzaam. Voor mij dan gefietst. En dan merk je dat toch wel. Dan ben je en vermoeid en je hebt zeg maar getraind op een hele lage snelheid. Dus het is heel moeilijk om dan die hoge snelheid weer te halen. Dus ja, dat is het meer. Maar ja, het is wel altijd leuk. Maar je hebt ook al fiets ik met 20 gemiddeld. Ik heb altijd plezier op de wielerbaan. Ja, hoeveel kilometer had je al gefietst naar Portugal? Hoeveel was dat? Volgens mij was het 2800. Dacht ik. Door deze foto, weet je nog de eerste keer op de wielerbaan, weet je, kun je dat nog voor de geest halen? Ik weet niet meer welk jaar het was, maar ik kan me het wel nog herinneren. Want het was vrij koud. En na afloop, ik had geen wattagemeter toen. Dus na afloop stond er een of ander gek getal. En ik dacht van, ja, dat kan nooit. Maar toen, dat was wel echt het punt voor mij dat ik denk van, oh, misschien kan ik toch wel redelijk hard fietsen. Ik had volgens mij niet gewonnen, maar ik had wel de, hoe heet die prijs? De strijdlust. Strijdlust, volgens mij. Oké, ja. Had ik een sjaal gekregen, dacht ik, en sokken. Oh, de grip. Volgens mij een gele sjaal van Grip en sokken. Ja. Dus ja, ik kan me wel nog herinneren. Ja. Ja, goed. En toen, na een aantal koersen kreeg je de groene trui. Daarna kwam de gele trui. En je ging ook nog dat uurrecord fietsen. Dus je was bijna niet weg te staan van de baan. Ja, die komt nog een keer, het uurrecord. Die komt nog wel vaker voor. Ja, precies. Raoul, jij en Benno, jullie trainen ook vaak samen. Hè? Goed, we zullen daar later op deze uitzending nog wel even op terugkomen. Maar ik heb hier bijvoorbeeld vanmorgen voor me. Benno heeft vandaag eventjes, in ieder geval, hij noemt het heel bescheiden ochtendrit, 123 kilometer in 5 uur en 3 minuten gereden met een gemiddelde van 24,3. Dat is toch niet relaxed genieten van de omgeving meer, of wel, Benno? Onderhand heb ik toch wel wat kilometers in de benen. Ja. Dus dat soort ritten, die gaan me nou prima af, ja. Maar ik heb ook al vaker gezien, kijk, tenminste op Strava is het te volgen. Je gebruikt de fiets ook om woning-werk af te leggen. Ja. En volgens mij, ja goed, dit is ongeveer 10 kilometer, 11 kilometer. Ja, klopt, ja. Blijf je daar toch ook iedere keer nog, ondanks dat het openbare weg is, en je toch moet houden aan de verkeersregels, of schoon ik me afvraag hoe je dat doet met sommige tijden en snelheden, probeer je daar toch ook je eigen records iedere keer scherper te zetten, hè? Ja, 's ochtends, na stage was dat dan. 'S ochtends is dan toch het moment waarop je jezelf even wil wakker schudden en even wil herinneren van, oh ja, fietsen is wat ik graag doe. En dan ga je inderdaad wel even gas geven. Ja. En dan kom je fris aan op stage. En aan het einde van de dag doe je eigenlijk datzelfde weer. Om de dag af te sluiten. Eventjes het hoofd leegmaken. Even het hoofd leegmaken. Even weg hier. En dan
ja, heb je toch weer een mooi een paar kilometer in de benen, ja. Michel, ik vraag het even. Is een van de overeenkomsten tussen Raoul en jou, Benno, ook dat jullie op een wat latere leeftijd eigenlijk zijn begonnen met fietsen? Ja, klopt, ja. Ja. Ja, jij hield meer van het wandelen, hè? En het, ja, goed, je zussen rennen heel veel, je vader volgens mij op dit moment iets minder, maar bij jullie zat het wandelen en het hardlopen er eerder en meer in dan het fietsen. En ja, goed, ja. Van Raoul weten we ook dat hij op een wat latere leeftijd is begonnen met fietsen. Maar hoe gaat dat dan nu af, ook in deze periode? Hoe ervaren jullie dat dan nu? Raoul? Ja, ik ervaar het niet echt, zeg maar. Behalve dat bijvoorbeeld met wedstrijden of zo is het wel dat ik gewoon minder koersinzicht heb. Omdat ik natuurlijk minder koers heb gereden. En, ja, dat is het meer. Maar echt anders weet ik niet of ik... Ja. Heb je nu, nu je minder wedstrijden kunt rijden, hè? Je zou er veel meer willen rijden, maar kunt rijden. Heeft dat, denk ik, volgens jou dan toch invloed op jezelf als het gaat om tijdens een wedstrijd dadelijk mee te kunnen komen, mee te kunnen gaan of qua techniek of whatever? Ja, ik denk het wel, aangezien je toch, het is nou ongeveer een jaar geleden of zo sinds de laatste, of bijna een jaar. Ja, het is wel altijd, de eerste wedstrijd is wel altijd heel nerveus, dus als iedereen dan minder heeft gereden, dan weten veel, die weten dan even niet meer wat ze moeten doen en die gaan dan gekke dingen doen. En dan, ja, meestal na 2-3 wedstrijden is dat weer normaal. Maar ja, als je dan minder wedstrijden hebt gereden, minder koerservaring, dan duurt dat sowieso wat langer om dat weer terug te krijgen. En dan moet je dan eigenlijk, zeg maar, als je dat een beetje terug hebt, begin je eigenlijk pas een beetje weer met meer leren of zo. Ja, ja. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar dat is mijn ervaring een beetje. Ad, heb jij dan niet iets waar ze zich nu aan vast zouden kunnen grijpen? Want dit is ook iets waar jullie vroeger in profpeloton ook mee te maken hebben gehad. Je hebt een periode dat je wedstrijden rijdt. Dan is het seizoen ten einde. Nou, de ene vloog het veld in, de andere niet. En een korte rustperiode zonder wedstrijden. En dat hebben zij nu ook. Hè. Hoe gingen jullie daarmee om? Ja, dat is, ja, het menselijk lichaam is omkeerbaar, zeggen ze wel eens. Hè. Dat is reversible. Alles wat je niet meer traint, dat vergeet het eigenlijk. Hè. Dus die onwennigheid, wat Raoul net zegt aan het begin van het seizoen, die komt overal terug. Hè. Dat is staat ook voor de eerste koers. Daar zie je ook vaak valpartijen die wat misschien wat onnodig zijn. Ja, hoe kun je dat uiteindelijk een beetje omzeilen? Is eigenlijk dat je toch in je trainingen alleen een beetje wat spelelementen gaat toevoegen eigenlijk. Hè? Wat je specifiek met, vroeger deden wij bijvoorbeeld, gewoon op een parkeerplaats. Dan ging je met z'n tweeën op die parkeerplaats rijden en dan reed je gewoon met je handen, waar dus in principe geen auto's staan, even voor de duidelijkheid, heel rustig, niemand aanwezig, en dan ging je met je handen bovenop rijden. Dus dat je dus niet aan de remmen kwam. En dan moest degene die wat bij jou in het wiel zat, die moest jou gewoon eigenlijk volgen. Dus hij wist niet of je links of rechts ging. Nou, en dan denk je dat, dan krijg je toch weer een beetje dat reactiegevoel. Hè? Dat moet ik zeggen, dat is toch trainbaar eigenlijk. Crossen, hè? Dat is ook natuurlijk... ideaal in het bos, kleine paadjes, single tracks, links, rechts, rechts, links. Dat is een beetje het verhaal. Ja, op de piste reden wij heel veel. Met doortrappen, zonder remmen. Dus dat zijn allemaal dingen waar je dus dat lichaam toch weer een beetje alert maakt, wakker schudt. Maar van de andere kant, als wij vroeger in Bessèges begonnen met 120 man. Dan zat je onnodig heel vaak te remmen. Hè. Dan was dat gewoon een heel onwennig iets. En dat, alhoewel wij natuurlijk weer van de piste kwamen, ten opzichte van heel veel wegrenners. Dus die behendigheid, die hadden wij weer een beetje als voorsprong. En zo kon je natuurlijk vroeg in die wedstrijden wat dichter aan het wiel rijden, wat minder remmen in die bochten. Ja, dat vind je toch, op het laatst vind je dat weer terug, hè. En nu natuurlijk in deze tijd is wat ik zeg, je eigen PR's rijden, alles is de hartstikke op. Hè.
wat je dus gaat doen. Ja goed, daar zet je Strava uit, hè, want dat moet natuurlijk niemand zien. Hè. Dat is het geheim voor de smid. En dan rij je andere klimmen op en, dat, en dan ga je 2 weken later ga je weer terug. Hè, en dan ga je kijken, wat heb je ja, toch aan progressie gedaan. Dat is een beetje die doelstelling wat je nu voor ogen moet, moet houden. Heel simpel, kort bij huis, waar je uiteindelijk, ja, aan de ene is het ja, links of rechtsom, toch weer ook weer dat, ondanks dat het niet plezierig is in deze tijd, toch probeer te kijken waar heb ik toch het meeste plezier aan als ik op die fiets stap eigenlijk. Hè? En of dat nou in het bos is, of met een mountainbike op de weg van bos tot bos rijden, of alleen op de wegfiets. Ja, dat is heel verschillend voor iedereen. Hè? Dat is, ja, dat is eigenlijk een, ja, een soort improvisatie en een soort ontdekkingstocht waar je eigenlijk alleen maar ja, van leert. Hè? Ze zeggen wel eens vaker, je komt altijd sterker uit een ja, mindere periode. Hè? En dat is nu eigenlijk ook voor ogen houden. Dit moet je eigenlijk toch proberen te zien als een soort ja, test van ja, en met name toch een plezier voor opzet stellen in je acties. Dat is het allerbelangrijkste. En als je geen zin hebt, niet doen. Geen moraal, gewoon niet. Want in principe, als je niet achter, niet achter je actie staat, dan doe je hem ook maar voor de helft goed eigenlijk. Hè? Wat is het woord goed eigenlijk? Dus dat is ook heel, heel, heel betrekkelijk. Maar... Dus dat zijn dingen die, ja goed, en dan toch uitkijken naar de beelden wat we nu zien. Hè? Beetje kopgroep en het doorrijden, niet doorrijden, kijken, opvangen. Ja, dat zijn toch dingen waar je het eigenlijk allemaal voor doet. Hè? Tenminste, dat was mijn beleving. Ja, Benno, we zien jou hier op kop rijden. Welke koers was dit? Dit was Buchten. Oké. Okay. Ja. En hoe is je dat bevallen, die koers in Buchten? Ja, dat ging heel hard. Dat was een stuk ja, vals plat omhoog. Mm-hmm. En daar werd volgens mij 55 per uur gereden. En ja, dit was misschien ja, ergens in mijn eerste 5 koersjes of zo. Ja, dus het was ook nog gewoon wennen voor mij. Maar dit soort rondjes zijn wel het leukst, vind ik. Gewoon hoge snelheden, een paar bochtjes erin en, ja, en gewoon gas geven. Ja. Ja, dan zien we hier met Raoul op de foto, hè? Klauter Grono. Ja. Hopelijk kunnen we daar, ja, ik denk ergens in de zomer misschien nog toch nog mee starten. Dat zou wel fijn zijn. Raoul, en eigenlijk voor jou bij, ook voor Benno. Ja goed, het is toch een periode geweest dat je iets minder beweegt. Merk je dat ook meteen in gewicht? Of is dat gewoon wat in de winter bij jou, dat je iets meer gewicht krijgt in de winter? Is dat normaal? Ja, in de winter is het wel normaal om een paar kilo bij te hebben, maar natuurlijk niet om al te veel. Ik zou zeggen, tussen de 2 en de 5 kilo denk ik dat het wel normaal is. Ben ik blij dat de winters komen duren. Dan zit ik al niet meer bij die normale grens, merk ik. Tja. En hoe is dat met jou? Ja, mijn gewicht is toch wel echt constant. Ja? Ook als ik een tijdje niet meer fiets, vanwege een blessure of zo. Ja, dan heb ik ook spontaan veel minder honger. En ja, mijn lichaam past zich eigenlijk na 2 dagen of zo eigenlijk wel aan. Ja. Ja. Had jij daar last van in de winter? Nee, ik denk het niet, want jullie reden 6-daagse. Maar merk je dat in de winter meer, ja, dat je toch wat meer gewicht kreeg? Of had je dat? Ja, zelf heb ik daar totaal geen aanleg voor. Of had ik, hè. Nu is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar ja, hoe moet ik zeggen? Je hebt erbij die wat kunnen eten dag en nacht. En dat zijn nog draadnagels, hè. Zo smal zijn ze. Dus dat is eigenlijk een beetje het aard van het beestje, hè? Zoals ik nu Las ook zie, hè? Die kan eten wat hij wil. Hè? Hij blijft gewoon zeg maar dat sixpacks verhaal houden, laat ik het zo stellen. Alleen ja goed, het is natuurlijk de kunst om eigenlijk te eten wat je verbruikt. Hè? En dat is natuurlijk ook een uitdaging. Hè? Zeker nu als je dus lange tijd zonder competitie zit. Dat, het is maar wat je interessant of leuk vindt. Ja, als je niet links kunt fietsen. En je kunt rechts iets ook gaan ontdekken met voeding of met, noem maar op, met materiaalkennis en dat soort zaken. Die liggen eigenlijk allemaal voor het oprapen nu. Hè? En dat is, wielrennen is heel, heel complex. Hè? Dat is niet alleen
opstappen en zo. Hè. Uiteindelijk komt dat, ja, moet ik zeggen, om echt goed koersen te kunnen rijden, heb je toch een x-aantal vlieguren, hè, of koersuren voor nodig om daar je weg in te vinden. Ja goed, dat valt nu eigenlijk helemaal, helemaal weg. Dus ja goed, daar kun je niks aan doen. Daar kun je ja, jezelf gek voor maken of niet. Dat is voor eenmaal zo. Nou, maar daarnaast zijn zoveel dingen waar je uiteindelijk... ja goed, als je zo'n zaterdag... Hè, dat is toch als je Milaanse Remo ziet... Ja, dat is niet echt een koers waar je ja, veel kunt van leren. Tenminste, als je oppervlakkig kijkt. Maar... ja, je kunt toch in iedere wedstrijd kun je dus dingen uithalen waar je wijzer op wordt. Hè? Want kijken kun je net zoveel leren, laat ik het zo stellen. En dat is toch, ja, je doet net de Grono-tijdrit. Hè? Waarom kun je niet de baan Grono even roepen hè? In, deze, in deze tijden? Want dan kun je ook tijdrit rijden. Hè? Dat is uiteindelijk misschien een idee. Maar ja, goed, de agendas die zijn toch, ondanks de corona voor Michel... Goed bezet. Maar dat zal ook een idee zijn. Het hoeft niet altijd bergop te zijn. Want het is dan toch wat dichter bij huis. En het is ook wel afgesloten. Het grote voordeel van de wielerbaan is... Dat is, ja, dat is zo'n brede basis wat je daar kunt opbouwen. Nou, aan Benno en aan Raoul. Nou, probeer maar eens 50 meter voorop te blijven op een baan. Hè. Dat... Zonder dat je echt stilvalt. Of probeer maar eens als je het heel moeilijk hebt 10 meter dicht te rijden. Nou, dat is heel anders op een wegcircuit met berg op berg af. Dat zijn zoveel dingen. Ja, profiteren van iemand anders. Inderdaad, concurrentiekennis. Al is het maar een rugnummer opspelden. Hè. Noem maar op, de bandendruk. Dat zijn allemaal, je hebt er een bocht waar je dus de wortels half voelt. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je dus een lijn kunt in vinden op de baan. Dat is een mooie uitdaging. Dat is wielrennen ook. Hè. Het is niet alleen in de beugel en de rammen. Nee, dat is degene wat daar ook heel veel aandacht aan besteedt. Dat wordt eigenlijk toch, die heeft meer kans om vaak, hoef je niet de sterkste te zijn om te winnen. Hè. Het is juist, de koers wordt vaak beslist in 5 minuten. Nou ja, die 5 minuten moet je aanwezig zijn. Dat zie je afgelopen zaterdag ook met Van der Poel. Hè, die aan de voet van de Pocho verliest hij eigenlijk achteraf Milaanse Remo. Omdat hij dan wel een record rijdt op de Pocho. Maar hij heeft eigenlijk als een demarrage aan de voet moeten doen. Om bij de eerste 5 te komen. Ja, en dat doe je op dat niveau wordt dat giga afgestraft. Nou ja, goed. Ik teken ervoor om 5e in Milaanse Remo te worden. Maar voor hem is dat natuurlijk... ja, toch iets waar hij niet echt een prettig gevoel aan overhoudt. Hè? Ja. Maar dat is met Milaan San Remo vind ik eigenlijk echt een afwachtkoers. Hè? Je goed kunnen verstoppen ja. Tot de finale en dan voor te kijken zeker niet erin. Nee, voor de toeschouwer is dat anders. Maar ik kan je ja, nu hadden ze natuurlijk heel mooi ja, primavera weer. Hè? Coeur d'Azur blauw en Turquino, daar zal wel de pas waar ze overheen rijden, daar zal wel wat sneeuw aan de kant hebben gelegen. En dan gaan ze de tunnel af, lange afdaling, 20 kilometer. En dan langs de kustlijn, ja, dat is zo'n hoge snelheid. Want in principe starten ze heel 's morgens vroeg. En dan rijden ze geneutraliseerd door Milaan heen met allemaal Romeinse stenen, tramrails. Noem maar op, daar zijn al valpartijen. En dan die Italianen die willen allemaal... Als die camera komt, willen ze in beeld zijn in die vroege ontsnapping natuurlijk. Hè. Dus dat is, en dan zie je rechts, Pavia 0 staan, want dat is het dorpje waar je dan uitrijdt. En rechts zie je dus San Remo 290 kilometer staan. Ja, ja, goed. Dan heb je al 20 kilometer neutralisatie achter je kiezen zitten. En niet dat zo hoge snelheid is, maar die stress, die nervositeit om zo weinig mogelijk energie te verbruiken, dat vind je eigenlijk allemaal op het laatste. Hè. Dat is, Van der Poel zegt, ja, als ik maar niet in slaap kom, maar in principe is het zo. Hè. Milaanse Remo wordt beslist, ja, Kappermele begint het, Kapperberta, Cipressa, en dan Poggio. Dat is waar je dus, daar is de hoogmis eigenlijk. Hè. En de rest moet je zo weinig mogelijk wind vangen, goed eten, want het is toch... goed, je zit een hele dag op de fiets en niet met 20 per uur. Nee, dat is... wat voor gemiddelde rijden die mannen niet. Dat is... Heb jij als last gehad van de hongerknop? Benno. Wie, ik? Nee, Benno.
Hongerklop. Ja, in mijn eerste twee jaar of zo had ik toch wel bijna wekelijks hongerklop, moet ik toegeven. Ik ben gewoon heel slecht in de lange duur. Ik ben nogal explosief. En als ik dan bijvoorbeeld een rit maak met Raoul, ja, dan gaan we 150 kilometer. En ja, dan gaat bij mij op een gegeven moment gewoon het licht uit. En ja, zo heb ik heel veel ritten meegemaakt. Ja, en jij, Raoul, heb jij dat alles gehad? Hongerklop? Ja, ik heb het één keer gehad en dat was gelukkig in een training. Maar toen moest ik nog ongeveer 30 kilometer naar huis. Dus daar heb ik 2,5 uur of zo voor gedaan. En dat was eigenlijk voornamelijk vlak. Dus dat heb ik één keer ervaren. En daarna heb ik het eigenlijk nooit meer gehad. Terwijl ik het eigenlijk... Ja, ik bedoel, ik eet... Bijvoorbeeld als ik ga trainen of zo, dan eet ik vrij weinig. Het is zelden dat ik genoeg eten meeneem eigenlijk. Maar je drinkt heel weinig, last... hè? En drink heel weinig, ja. Dus ik, ja. Maar heb je dan nog een feedback vanuit je club of zo? Of vanuit de begeleider? Hoe je moet eten en drinken? Of is dat totaal... Ja, we hebben normaal zeg maar dat we elke... bijvoorbeeld als we een rondje hebben, dat we dan gewoon elke half uur of zo moeten we één bidon ongeveer op hebben. Dus elke drie kwartier eigenlijk één ongeveer. Dus ik probeer gewoon altijd bidonnen te pakken en dan zorg ik eigenlijk dat die op zijn voordat ik weer bij de verzorging ben. Dus dat, ja, ik probeer het wel. Want in het begin zeg maar was het echt dat ik gewoon met twee bidonnen opstapte en... ik kwam met één volle terug en soms nog twee. En, dat was na de koers was het echt zo van... ik kon me gewoon niet meer bewegen. Ik was gewoon helemaal uitgedroogd en overal kramp. Ja, dat is natuurlijk niks. Als je dan wilt presteren in de wedstrijd... dan moet je wel gewoon natuurlijk al je mineralen op niveau hebben. Want anders dan heb je kramp tijdens het fietsen... Ben je daarmee bezig en dan gaat het niet weg of zo. En dan ben je 10 minuten bezig met kramp en dan gebeurt het net op dat moment. Ja, dan kun je gewoon niks. En je hebt natuurlijk never nooit zoveel power als dat je zou hebben. Als je gewoon alles in orde had. Raoul, als ik jou nu goed beluister, zeg jij... Tijdens een trainingsrit is het ook de bedoeling dat je ieder half uur een bidon leeg drinkt. Ja, bij een trainingsrit niet ieder half uur, want dat is natuurlijk een andere intensiteit dan een wedstrijd. Maar het is wel de bedoeling dat je natuurlijk gewoon genoeg eet en drinkt. Ja, maar volgens mij, want kijk, Benno die reageerde al meteen zojuist van, ja, je drinkt te weinig. En volgens mij, je sprak het niet uit, maar voor de adviezen als het gaat om drinken, ja, je zult die fles wel leeg hebben, maar... Je morst dan niet per ongeluk iets om toch maar een lege bidon over te houden? Nee, zeer zeker niet. Ik heb dat altijd met... Ik maak meer een grapje met Benno, omdat hij altijd, naar mijn mening, te veel drinkt. Want hij heeft al zijn eerste twee bidonnen heeft hij al leeg voordat ik überhaupt de eerste slok van die van mij heb genomen. En dat is meestal al na een uur of zo. Dus, Benno heeft meestal van die liter bidonnen. Dat is redelijk groot. Dus, ik moet wel af en toe lachen. Maar ik bedoel, hij doet het natuurlijk wel met drinken beter dan dat ik het doe. Dus. Maar ja. Oké. Maar ik heb naar mijn gevoel ook meestal niet zo heel veel drinken nodig. Omdat ik vooraf drink ik meestal juist veel. Voordat ik ga fietsen. Zoals dus meestal 's avonds of 's morgens dan drink ik een paar liter. En dan ga ik trainen. En dan als ik terugkom drink ik dan nog een halve liter of zo. En dan, dan is het al ongeveer. Deze foto. Heb je dit nog kunnen trainen in de winter? Ja, er waren geen competities. Maar heb je dit dan nog gedaan? Ik heb niet meer gemountainbiked, nee. Ik heb misschien één of twee keer heb ik een rondje gemaakt. Ik vind het wel leuk, maar op de weg vind ik veel en veel leuker. Het gaat te langzaam, hè? En Benno, ja, dat is het wel. Het gaat wel een stuk langzamer, dus dat vind ik minder. Maar ik denk dat ik van dit jaar misschien één of twee keer met de mountainbike ben geweest. En misschien één keer met de crosser. Dus het valt eigenlijk al tegen, maar ik bedoel... Zodra het weer lekker weer is, dan ga ik af en toe weer met Benno, want we gaan meestal een leuk tochtje maken met de cross of met de mountainbike. En dan is het een beetje, gewoon meestal een beetje gravelen. Niet echt mountainbike of cross, maar meer gravelen. Dus een beetje van alles wat. Dus, dat is wel leuk altijd.
Maar Zak, jij had het in het begin nog over het beest van Bingelraden, maar hij is de beest van Oorsbeek, hè? Het is alle twee beekdalen. Nee, het zijn alle twee beesten, want ze komen uit één familie, toch? Want Michel Jacobs was familie van jou, of is familie van jou, zei hij. Oh ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, dat was volgens mij is dat neef van mijn vader, dacht ik. Ja, neef van je vader. Maar heb je hem al eens ontmoet? Of, Volgens mij niet, maar dat weet ik niet zeker. Ja, nou ja, goed. Toevallig dat jij dan ook beest wordt genoemd. Zit een beetje in de familie dan, hè? Ja. Ja. Nou ja, over beesten gepraat te hebben. Benno en Raoul, jullie gaan iets machtigs mooi doen. En dat is voor het goede doel. Benno, vertel, wat gaan jullie doen? Ja, wij gaan in actie komen voor het goede doel, inderdaad. En daarvoor gaan wij 500 kilometer fietsen in één dag. Langs de grens van de provincie Limburg. En ja, het goede doel, dat is... eigenlijk een onderzoeksproject, wetenschappelijk onderzoek, voor ouderen met trauma en dementie. En dat is onderzoek dat loopt bij Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheid. En ik heb daar toevallig ook stage gelopen, dus zodoende ben ik daar daarmee in contact gekomen en heb ik het idee opgedaan om op deze manier in actie te komen. Ja, ja, hartstikke mooi. En wanneer willen jullie daarmee starten? Het staat voor nu gepland op 10 april. Maar er is natuurlijk de avondklok. Die is verlengd. Waardoor we waarschijnlijk onze rit moeten gaan verplaatsen. Naar een andere datum. Want we willen het natuurlijk wel doen zoals we hadden bedacht. Dus we moeten nog kijken wanneer we dat willen gaan doen, maar het gaat er sowieso aankomen, die uitdaging. Ja, en als die avondklok na 10 uur wordt verzet, haal je dat dan wel? Nee. Halen we inderdaad ook niet. Volgens mij de avondklok is tot 4:30 ochtends. Ja. Dus stel je start dan om 5:00. Je komt om 9:00 s'avonds aan, dan heb je misschien 300 kilometer op de teller. Geen 500. Ik had er wel nog over nagedacht om een gedeelte misschien op de tax te doen en een gedeelte op de weg. Maar dat is toch eigenlijk ook niet hoe we het bedoeld hadden. En het moet toch wel extreem zijn. En die 500 willen we gewoon in één dag, gaan doen. En dat gaan jullie met z'n tweeën doen? Met z'n tweeën, inderdaad. Raoul en ik, ja. Dus we kunnen apart van ieder kunnen we dan een bedrag sponsoren, zeg maar. Of is dat voor één pot bij elkaar? Ja, het is echt één actie. En die gaan we samen doen, ja. Ja, super. Raoul, heb je daar zin in? Ja, tuurlijk. Ik heb altijd zin om een rondje te fietsen. Dus natuurlijk, omdat het nou voor het goede doel is, dan is het altijd mooi. Want, ja. Ik mag gewoon een rondje van 500 kilometer fietsen. En Benno natuurlijk ook. Maar ja, uiteindelijk doen we het wel natuurlijk voor het goede doel, want dat is... Hoe ziet die organisatie hiervan uit, Benno? De organisatie, als in... praktisch gezien hebben we natuurlijk heel veel eten en drinken nodig. Ja. En ik verwacht dat onze familie wel op diverse punten langs de grens... van wat eten en drinken voorziet. Ja. En verder is het gewoon echt simpelweg fietsen. En wel een auto in de buurt voor eventueel, met een reservewiel of... Mm-hmm. De bergklimmers, de club, die gaan ons hier ook in ondersteunen. Dus we krijgen waarschijnlijk ook een volgauto mee. En we gaan ook starten op het Tom Dumoulin Bikepark. Dus op die manier worden we ook door de club gesteund met voeding en technische ondersteuning als dat nodig is. Want er is volgens mij in maar weet ik even niet of het in Noorwegen of in Zweden is, er is ook zo'n tocht van 500 kilometer die je in 24 uur moet volbrengen.
Dan zal die misschien qua relief in het parcours iets zwaarder zijn. Maar ik denk alles bij elkaar dat je hier wel 24 uur of 23 uur voor nodig hebt, hè? Ja, klopt. We hebben met pauze 21 uur gerekend. Ja. Ja, dus ik denk dat dat wel realistisch is. Ook met wat hier en daar een lekke band en zo. 21 uur, ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Zoals wij hier met z'n drie de Veloshow gedaan hebben. Als ik kan helpen, dan ben ik van de partij. Stuur me maar een berichtje. Ja, we kunnen wat in de promotiebump tekenen natuurlijk. Ja. Dan kunnen we een bericht delen of weet ik wat. Dan moet je maar even kijken of we dat kunnen doen. Ja, kunnen zij niet in aanmerking komen voor ontheffing als een soort werk of voor doel ontheffing, Jacques? Het gaat niet alleen nu om twee sporters. Hè. Het vervolg. Hè. Ja. Dan heb je een hele grote groep. En hoe groot wordt die groep? Kijk, ik denk niet dat dit haalbaar is. Maar ik heb Benno al een privéberichtje net gestuurd. Dan ga ik namens de wielerbaan wil ik hun gaan ondersteunen op die dag. Tijdens die dag, tijdens dat kleine tochtje, zoals Ron dat noemt. Dat zou mooi zijn, ja. Ja, dat is super. Nou, we gaan het nog een keer eventjes in de beeld laten, het scherm, waar mensen dus kunnen doneren. En daar zal ook vast wat meer informatie op staan. Laatste nieuws, houden jullie ons maar op de hoogte van, mannen. Gaan we doen. Ja. Zeker. En dan, tot slot eigenlijk van de uitzending heb ik ook nog goed nieuws. En dat betekent dat we weer kunnen koersen. Helaas wel maar tot en met 26 jaar voor de coureurs, tot en met 26 jaar. Daar gaan we dus een lockdown cup voor organiseren vanaf volgende week dinsdag. Iedere dinsdag en donderdagavond bij goed weer gaan we van 7:15 tot 7:15 gaan we koersen. Ik ga ervan uit even dat de avondklok tot 10:00 worden verzet. Omdat de klok vooruit gaat natuurlijk. En mocht dat niet het geval zijn, dan gaan we even kijken naar de tijd. Maar dan zal het waarschijnlijk tussen 7:00 en 8:00 worden. Dus ook jullie twee zijn van harte welkom. Volgende week dinsdag. En dan, wie weet, misschien een leuke competitie tussen jullie twee. Kunnen we daar weer even goed op? We zijn erbij. Wij zijn er zeker bij, ja. In theorie, als je 500 kilometer wilt fietsen, dat zijn 1000 rondjes op de baan. Kunnen we ook doen. Ja, precies. Ja, dat is ook zo, ja. Maar hoe lang doe je dat over, Jacques? 23,5 uur. Moet ik weer voor vergunningen zorgen. Dus wel, dat is geen problemen. De bevoorrading boven in de bocht, de kombocht. Nee, ik denk dat we dat de urenkoor van Raoul, dat gaan we nog gewoon even vasthouden. Wie weet moet misschien Benno daardoor ook wel geïnspireerd. Dat zou wel leuk zijn. Ja, een koppelurenkort met een tweeën. Hey. Ja, ja. Of een ploegentijdriturenkort. Met z'n tweeën. Koppel. Ja, met z'n tweeën, koppel. We hadden een ploegentijdrit, hebben we dames gehad, alleen nog niet voor mannen. Dus als jij een ploegje bij elkaar... Ja, maar wel een hele uur, bedoel ik, hè? Ja, een hele uur. Zijn de dames zijn al geweest, van een hele uur. Oké. Okay. En de derde die over de streep komt, tikken we de tijden af. Precies. Oké, okay. Ja. Als ze met z'n tweeën zijn, of niet? Ja, dat is goed wakker. Mooie. Ik wil jullie bedanken dat jullie in de show waren. Ad en Jacques, tot de volgende keer weer. Fijne avond en hou jullie goed. Mannen, succes hè. Hoi. 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 Hoi.